Niels, wat kun je? Kan je goed paardrijden? Je lijkt net een echte ridder. Ach, ik doe mijn best. Hoe zou dat zijn? Wat? Nou, gewoon in de middeleeuwen. Jij als een jonkvrouw en ik als ridder bedoel je? Dat is best spannend. Konden we dat maar eens meemaken? Hallo en welkom bij het riddertoernooi. Burgers en boeren staan op voor graaf Willem en zijn vrouw, Elisabeth. Yeah, yeah. En natuurlijk Hillegond mij met haar eerste man, die binnenkort helaas tot overlijden komt. In de linkerhoek zit u, Willem van Brederode, de jonge edelman. Yeah. En in de rechterhoek altijd dappere ridder van Arkel, winnaar van vele toernooien. Wat vind je van de middeleeuwen? Nogal gevaarlijk. Waar zijn we en in welk jaar? We zijn in 1245 en we zijn in de buurt van Aden. Dat is hier. Ja, en daarom moet jij hier later een kasteel gaan bouwen. Ja, maar dit is je eerste toernooi en je bent meteen een held. Kijk eens hoe de jonkvrouw naar je kijkt. Kom, we gaan nog een tijdje terug in de tijd. We beginnen bij het begin. Jaar 1228, of misschien wel 29, of misschien wel 30. In ieder geval ergens rond die tijd. De geboorte van Willem van Brederode, of in ieder geval Willem, de eerste zes van de kinderen. Hij krijgt nog 2 broers en nog 3 zussen. Nog 5? Kasteel waren regelmatig feesten met muziek en dans. Willem groeit op het kasteel. De Van Brederodes zijn een rijk gezin. Ze hebben genoeg te eten. Geef mij dat fruit. Wortel of draai? Draai. Willem, niet met je voorketen, die bestaat nog niet. Wat hebben we toch goed zo, tenminste tussen al die oorlogen door. Zeg Dirk, moet je straks bij de graaf werken? Ja, hele belangrijke ding. Na het feesten moest er veel worden schoongemaakt. Dames. Er was nog geen stofzuiger of mobiel. Ja, we gaan al. Pip, aan de slag met de bezem en de borstel. Oh. Rondom de boerderij woonden mensen die veiligheid van het kasteel zochten. Er moest hard worden gewerkt voor de heer en er was weinig te eten. We hebben vandaag weer lekker pap. Ja, en die hier op het kasteel waren een lekker gegrild stukje vlees.
Ik lust geen pap. Ik wil naar de McDonald's. Het was hard werken in de middeleeuwen. Alles moest met de hand worden gemaakt. Ook voor de bakkers. Hoeveel broden hebben we vandaag al gemaakt? Geen idee, meer dan 100. Er is vast weer een feest op het kasteel. Kunnen ze de volgende keer niet gewoon een duif sturen naar de pizzasprint? De smid had een belangrijke taak. Hij moest het harnas van de ridder maken en repareren. Paarden slaan, zorgen voor de messen en nog veel meer. Oh, elke dag hard werken. Het wordt dus tijd voor een ATV-dag of ouderschapsverlof. De ridders zijn de avond weer voor de ceremonie opgesloten in een kapel. Daar moeten ze de nacht in stilte doorbrengen. Sst, dit is mijn moeder. Willem wordt al vanaf 1248 genoemd als ridder, maar hij kan best later de riddersdag hebben ontvangen. Hoe dat bij Willem precies ging, weten we niet. Maar zo zou het kunnen zijn gegaan. Op je knieën. Ik beloof als ridder u trouw te dienen en ieder die mijn hulp inroept, ik beloof mijn zwaard te gebruiken voor het goede en tegen het kwade. En met mijn schild bescherm ik hen die zwakker zijn. Hierbij sla ik u tot ridder. Willem was een stoere, knap ridder. Al menig vrouw had weten te verleiden. Willem had tot nu toe veel te druk gehad om met een van de prachtige jonkvrouwen te kunnen trouwen. Hij was inmiddels een van de rijkste mannen van Holland. Kijk Willem, in de grotto is een rijke spreekjoor. Zij heeft veel land. Het is slim dat je met haar trouwt. Maar ik vind die veel leuker. Dat doe je die als de serve, maar je trouwt met Hedegonda. Heb ik hier nog wat over te zeggen? Nee! In het jaar de heren 1254 staan hier voor mij Willem van Brederode en Hedegonda van Voorne. Hedegonda, belooft gij al uw wereldse bezittingen over te dragen aan uw echtgenoot? Veel kinderen te baren en verder niet veel te zeuren. Ja, ik geef mezelf en al mijn bezittingen aan u, u mijn heer Willem. Willem, neemt gij Hedegonda tot uw wettige echtgenoot en belooft gij zorg te dragen voor al haar bezittingen? Ik ontvang jou en al je bezittingen. Dan verklaar ik jullie tot man en vrouw tot de dood jullie scheidt. Wat voor Willem sneller zal gaan voor Hedegonda, u mag nu de bruid kussen. Rond het jaar 1280 wordt begonnen met de bouw van het kasteel. Er wordt hard aan gewerkt. Nee, niet zo. Nee,
Ook niet zo, laat maar. In 1254 trekt graaf Willem op tegen altijd weer opstandige Friezen. In de koude winter zijn de soldaten en meren bevroren en trekt Willem met zijn gevolg over het ijs richting Hoogwoud. Graaf Willem wordt door de Friezen meegenomen en verstopt. Niet zo slim, want ze hadden er een mooi losgeld voor kunnen krijgen. Had dat even eerder gezegd. Jaren later, in 1282, probeerde de zoon van graaf Willem, graaf Floris V, het nog een keer. Dit keer per boot. Ik ben niet gek, ik ga niet weer over het ijs. Het sterven van Willem is een van de grote mysteries. Het zou prima kunnen dat onze Willem als dappere ridder in de strijd is vermoord. Hij heeft in ieder geval vele wonden over zijn hele lichaam. Zijn arm moet zwaar beschadigd zijn geweest. Maar misschien is het ook heel anders gegaan. Misschien is Willem wel gewoon in bed gestorven, bezweken aan al zijn wonden en ziektes.